P-R-O-T-P. U luistert naar de Protpot. Alles geven, hè. Welkom bij de Protpot, onze allereerste aflevering. Ik ben Christophe en ik ben een grote fan van Het Eiland. En daarom wil ik een volledige podcastserie doen over alle afleveringen van Het Eiland. En ik ben Gert. Ik kijk voor de eerste keer in mijn leven naar Het Eiland, ja, omdat ik het in die periode gemist heb. En ik ben benieuwd wat Christophe mij er allemaal over aan aanvullende informatie kan meegeven. Ja, we gaan dus alle scènes doorlopen, van begin tot einde. Maar we gaan eerst twee afleveringen wijden aan gewoon een beetje een introductie op die serie. Dus het is dus een fictieserie van Jan Eelen voor Woestijnvis, die zich afspeelt in een bedrijf. En het is een komische serie, kunnen we zeggen. Ja, en, zoals wel meer van Eelen. Ja. Het is niet evident om zo ergens nieuw binnenkomen. Nee. En zeker met die mannen daar. Hè. Ik heb dus wel met regelmaat van toch om de twee jaar zeker al afleveringen nog een keer gezien. Dat zijn er ook niet zoveel. Hè. We spreken over een reeks van twee seizoenen. Een keer zeven en een keer zes afleveringen. Van een half uur, drie kwartier. Dus dat is nog wel te behappen. Hè. Maar toch zit er daar kweet niet veel in. En ik ben er zeker van dat we heel veel afleveringen gaan kunnen vullen zelf. Met wat er daar allemaal uit te halen is. En met te onderzoeken waarom dat eigenlijk nu nog altijd leeft. Waarom dat er nog altijd quotes worden bovengehaald. Waarom dat er nog altijd wordt gezegd van, ah ja ja, gelijk in Thailand. En volgens mij zijn er niet zoveel series waar dat er zoveel naar terugverwezen wordt. In de Gloria. De draad. Ja, in de Gloria. Een goed voorbeeld. Namelijk een, serie waar ik ook wel fan van ben. Ik ga eerst een keer beginnen inzoomen wie dat dan gemaakt heeft en waarom en hoe dat er gekomen is en zo. Het is dus in 2004 voor het eerst op tv gekomen, op de VRT, op 1. En het werd gemaakt door Woestijnvis. En de regie was door Jan Eelen. En dat waren toen eigenlijk wel al klinkende naam. Het was op 1. En wat ervoor is gekomen, zeker door Jan Eelen, voor Woestijnvis, dat zijn de programma's die ik nu de moeite ben om te vermelden. Alles kan beter, Van Eyges en In de Gloria. Ja, dus niet allemaal fictie eigenlijk, niet allemaal sitcom. Ja. Dus Jan Eelen is van 1970 en is dus vrij jong begonnen met als mee-regie te doen en mee dingen te schrijven voor Alles kan beter. Maar dat is toch ook al een beetje de kern van die humor die we in Thailand zien, zit er al een beetje in. Namelijk hoe observeren, hoe dat dingen gebeuren en dan daar iets mee doen, zodat het nog grappiger wordt. En dat hebben ze eigenlijk in Van Eyges en In de Gloria, dus de dingen die daarna komen, en voor het Thailand ook wel gedaan. En daar heeft Jan Eelen uiteindelijk voor 1, misschien ook wel om te vermelden, de moeite. Dus hij maakte daarvoor In de Gloria, wat we ook wel goed kennen, wat er ook veel quotes over zijn, wat je ook een hele podcast over kunt maken. Maar dat was nog voor Canvas. En dan voor 1, Het Eiland is dan zo hetgene voor het grote publiek, met dezelfde humor zo'n beetje. En wat ik zeker al de moeite vind om te vermelden van Jan Eelen, ik heb toen ook veel naar interviews met hem geluisterd, gekeken en gelezen. En hij valt zijn notitieboekje bij. Dingen die hij in zijn vriendengroep weet te gebeuren, die hij hoort, die hij opvangt, die hij ook zelf ziet. Zo allemaal van die anekdotes en van die dingen die zo een gênante sfeer oproepen. En zo, we gaan zeker nog dieper ingaan op de dingen die grappig zijn. Ja, ik zou graag zijn notitieboekjes gelezen trouwens. Ik weet niet of die ooit een keer gaan geveild worden voor een of ander goed doel. Ik zou er wel een bot op doen. Zeg, waarom mag Mireille dat allemaal weten verrasten over en wij niet? Mireille weet het al lang, die heeft mij geholpen. En als we het nu raden, Bonaventure? Ja. Huh? Mogen we raden? Ja, een quiz, dan ben ik iets sterker. Ja. Zie je wel, Bonaventure, wat had... We gaan ook nog een paar andere belangrijke voorlopers vermelden, die ik toch belangrijk vind. Een eerste voorloper gaat eigenlijk meer dan 20 jaar daarvoor. Dat zijn De Collega's. Dat is ook een bekende serie toen geweest. Sentiment, ja. Ja, dat speelt van 78 tot 81. Ik was er dus nog niet. Daar zijn eigenlijk ook maar 3 seizoenen van geweest, wat ik toch wel verschoten ben, als ik dat wist.
Want omdat dat toch zo'n grote naam was, dat je denkt van, allee, dat gaat toch langer gedraaid hebben. En de gelijkenis met het eiland zijn ook het feit dat het zich zo afspeelt op het werk. Bij de collega's waren het dan zo echt wel de ambtenaren. En in het eiland speelt het zich af in de privé-business-sfeer. Maar toch zo, ja, veel van die kleine dingetjes die dan ook zo gezegd werden, waarschijnlijk ook wel een hoop quotes in de stijl van toen, want nu zoek ik daar niet veel quotes meer uit te halen. Het ziet er wel allemaal veel meer theater uit om naar te kijken en zo. Maar toch de gelijkenis tussen... Het is een parallel. Hè. Ja, zo. In het eiland ook absoluut de genadeloze stempel van Herman Teirlinck ziet. Hè. Een aantal dingen zijn toch wel serieus... Allee, door de ogen van vandaag serieus overact. Hè. Ja, ik vind... Vind ik, maar... Van, in het eiland zie je ook die dingen nog terug. Ja, ik vind van wel. Ja. Op een andere manier. Ik vond dat in de Gloria en het eiland eigenlijk in de Vlaamse fictie een soort van voorloper zijn geweest. Dat toch allemaal al wat meer naturel werd. Doordat er zo tot een bepaalde hoogte accenten werden toegestaan, los van het Antwerps. Ja. Waardoor dat allemaal al wat natuurlijker werd. Ja, alleszins, bij de collega's hadden alleszins nog veel meer het theatergevoel. Ook denk ik een beetje omdat er anders gekut werd, dat ze toch minder zo echt filmische montage, maar meer zo poppenkastmontage noem ik dat dan. Van de collega's zijn er ook nog twee films later verschenen. In 1988, De collega's maken de brug, als ik het juist heb, waarin dat ze... vastzitten in een lift. In een lift, over een verlengd weekend, ja. En dan in 2019 komt er, of ik weet niet, is er misschien al juist... Een compleet neergesabelde remake. Daarin gebruiken ze wel de originele karakters wel niet meer, of zo maar half. Zo. Nee. Ja. Trouwens, niet de directeur wat hij is nog maar net overleden, dacht ik. 10 pond. Die acteur? Ja, Bob van der Veken, dacht ik, of zoiets, ja. Oh, dat wist ik zelf niet. Ik denk een maand of twee geleden. Ja, er zijn al meerdere acteurs van de collega's ondertussen komen te gaan. Ja. Wat ook wel te verwachten is. Een serie die sinds 1978 voor het eerst op de buis kwam. En de culprit, whoever he is in this room. Or she, it could be a woman. Women are as filthy as men. Naming no names, I don't know any. But women are dirty. Dan wil ik nog een voorloper vermelden, namelijk, en daar werd er toen eigenlijk het meest naar verwezen, dat is naar The Office uit UK. Ja. Want je hebt dus ook een US-versie, en die ga ik verder niet vermelden, want de US-versie is pas beginnen verschijnen nadat het eiland is geweest. Maar dus The Office UK is ook inderdaad van Ricky Gervais, en ook met hem als hoofdrol. Ja. En daar zijn zeker wat gelijkenissen te trekken met het eiland. Namelijk, het speelt zich ook af in een soort gelijk bedrijf, ook op de administratie. Zo'n beetje, denk ook dat er daar zo een tiental mensen werken. Maar de stijl is wel helemaal anders, omdat dat zo een documentaire-achtig zag dat eruit. Ze noemen dat de mockumentary. Dus dat was een stijl dat toen geïntroduceerd werd, alhoewel dat ik er eigenlijk maar weinig series van heb zien verschijnen. Was wel leuk. Your enthusiasm is... Voor veel... Nee. Ligt er maar een beetje in de lijn van mockumentary. Ja. Leeft toch... Ja, inderdaad. Dat is ook real life... Een serie die ik ook zeker aanraad om naar te kijken. Curb Your Enthusiasm. Dat is ook een leuke humor. Gebruikt ook geweldig de pijnlijke kantjes van het gewone leven. Hè. Het verschil met Curb Your Enthusiasm is wel, volgens mij in de Curb Your Enthusiasm babbelen ze nooit zo tegen de camera. Ja. Dus een belangrijk stuk van The Office UK is dat ze ook zo hun bespiegelingen, de hoofdrollen, komen dan ook zo voor de camera te zitten en dan echt in het, gelijk dat ze door die journalisten... De vierde muur breken. Waardoor dat, het verhaal wordt ergens onderbroken, maar ergens ook, het krijgt een extra dimensie, omdat ze hun gedachten van dat moment, of zelf niet, het is gewoon zo dingen ertussen dat ze zitten te vertalen. Ja, wat dat in het eiland niet gebeurt, alhoewel dat je kunt zeggen dat Frankie Loosveld bijvoorbeeld zodanig veel meta-dingen, zodanig veel commentaar geeft op zijn entertainen van de bureau, dat bijna de vierde muur breken is. Hè. Wel, wat dus, ik... Over zijn tutor in aflevering 1 en zo. Iets anders wat ik vind, dat ze
dat opvangen in het eiland, iets wat je eigenlijk niet veel in series ziet, bepaalde personages babbelen tegen zichzelf. Dus op het moment dat ze zo even alleen zijn, ja, blijft de camera erbij. En enkele van de personages, niet allemaal, die, bijvoorbeeld Guido, die zit dan tegen mij, maar Guido doet dan toch, hè? Ja, hij is dan zo bezig, Alain ook, zo van, Alain, doe een keer kalm. En in de tweede reeks, well, echt spoiler kunnen we dat niet noemen, want ik ga ervan uit dat iedereen alles wel al gaat gezien hebben. In de tweede reeks wordt Michel dan de baas en iets meer de hoofdrol van bepaalde afleveringen. En dan gaat hij dat ook beginnen doen, terwijl hij dat eigenlijk niet in de eerste reeks doet. Dus dan zit hij zo tegen zijn dictafoontje te babbelen. Of ook soms zat hij zo in de spiegel naar zijn eigen te kijken. Goed, Michel! En ja, Bucky babbelt ook tegen zichzelf. En ja, ze vangen dat zo'n beetje op. Wat als ze qua stijl ook naar The Office UK dan wel kijken, dat zij zo bepaalde pans over de, van die camerabewegingen door het kantoor en dan zo een keer van de buitenkant en zo. Waardoor dat ook zo'n klein beetje dat gevoel krijgt van, ah, ik zit hier nu... Ik zou naar... kunnen rondlopen op die set. Ja, ja. Dat, het zou mijn bureau kunnen zijn. Ja, maar ook zo'n beetje dat documentaire gevoel. Zo van, we zijn hier iets aan bijleren over dat bedrijf hier. Maar ja, terwijl dat, ja, daar gaan we nog later op terugkomen, terwijl er volgens mij in dat bedrijf van alles niet klopt. Ja, interessant. Ook al ben ik grote fan, ik hoop ook wel alle negatieve dingen van het eiland te kunnen en durven vermelden. Nu zou ik nog een keer specifiek naar eerst Van Eiges willen kijken. Dus een serie die... Ja, die al liep, die eigenlijk geen serie op zich is, want dat was Van Man bij het Hond, dat ook al door Woestijnvis werd gemaakt. En dat was dan zo een afsluitend filmpje van rond een minuut. Zo'n quickies eigenlijk, ja. Ja, maar dat was wel waarin dat Jan Eelen zijn fictietalent heeft kunnen ontwikkelen. En dat zag dan uit met die blauwe achtergrond en de personages keken in de camera. Dus ze babbelen lekker tegen elkaar, maar ze zitten zo tegen de camera te praten. Een beetje een speciale dus een soort, stijl. Een soort real-life gebrachte cartoons. Het zou niet even goed kunnen Ik weet niet of je dat cartoons kunt noemen, want ze hadden niet allemaal een pointe. Ja. Soms was er een heel duidelijk afgesproken grap, vlak voordat dan gedaan was. Maar soms was het zo... Ja, konden goed zien dat ze dat 10-20 keren hadden gedaan en dan hadden ze een keer een goeie die ook wel grappig uitkwam, terwijl er helemaal geen afgesproken pointe was of zo. En dat was ook wel leuk, omdat er zo, ondanks het feit dat dat zo een gewone blauwe achtergrond was, ja, je zag daar wel alles bij, hè. Dat speelde zich niet in die blauwe achtergrond af. Wat ook belangrijk is om te vermelden over Van Eigens, is dat we daar Frank Fokketijn en Tanja van der Sanden al zien. Twee die alle twee een hoofdrol gaan krijgen in Thailand. Ja. En ook in De Gloria. En ook Bruno van den Broeke, die dan niet in De Gloria gaat terugkomen, maar dan wel in het eiland. En is dat een introductie of waren die mensen al bij andere fictie? Van Tanja van der Sande weet ik het niet zeker, maar van Frank Fokketijn en Bruno van den Broeke ben ik wel zeker dat Van Eiges hun overstap was van theater naar een gezicht dat herkend werd heel op straat. Heel veel theatermensen tussen, hè? Ook bij Mopbroek en zo. Ja. Ja. Ja, dus de moment dat die mensen eigenlijk op het kleine ook, scherm terechtgekomen zijn. Ja, een kleine rol in het eiland, maar iemand die ook een... Ja, hij had ook niet zo'n grote rol in Van Eiges, maar dat was Jacques Van Assen. Die heeft ook een bepaalde sketchjes. Want eigenlijk kunnen dat maar... Eigenlijk moet je dat sketchjes... Hij zei cartoons, maar ja... ja. Je kunt eigenlijk sketches, dat wordt ook niet ingeknipt. Cartoon in de zin van bijna stripverhaal. Hè. Het dingen waar dat er nauwelijks alleen decor het bij te pas komt. En waar dat heel veel komt uit de one-liners komt en uit de mimiek van de mensen. En zo. Ja, zo kun je het inderdaad zien. Ja, Andriaan van den Hoof had daar ook een heel grote rol in. En ik vind het ergens een beetje jammer dat die niet meer is teruggekomen in dingen van Jan Eelen. Ja, die is dan terecht in het Peulengaleis, zag hij hem dan veel en die dingen. En daarna heeft hij beginnen presenteren en zo. Ja, ik had hem in het eiland ook wel ergens een rol zien hebben. Ja. Ja, en ik geloof dat dan weer wat minder. Smoelwerk en ja, dat zou de... Ja. Inderdaad. Oké, en van Eigens, waar dat Jan Eelen dus de,
de druk had om op 1 minuut iets leuks te vertellen uit het dagelijkse leven. Daarna had hij In de Gloria. En In de Gloria zag er eigenlijk een beetje uit, gelijk een parodie op Man met Hond, wat eigenlijk ook een eigen programma was. Ja, televisie, meneer. En 1000 zonnen en granalen en zo. Hallo, televisie. Ja, dat waren heel veel sketchjes, maar waren ja, sketchjes moet je dat eigenlijk wel noemen. Dat waren verhalen die verteld waren tussen 1 minuut en 7, 8 minuten. En dat waren gelijk mini-reportages. En daar lag de nadruk wel echt op het feit dat dat er echt uitzag. Dus dat als je tv openzette en je zag dat, nou je dacht van, ah, ik zit hier naar Man met Hond te kijken of zoiets. Ja, zo'n soort gelijk programma. En dan, oei, wat gebeurt er hier nu? Want ja, het was altijd vuurwerk. Hè. Er ging altijd wel wat mis. De kern van de humor daarin was toch een beetje het triestige Vlaamse cultuur eigenlijk. Ja. Ja, ja. En wat dat er allemaal zo in de marge van ja, wat dat we hier allemaal hebben opgebouwd, wat dat er toch allemaal mis kan gaan. Ja. Bij het bespreken van de personages gaan we zeker veel naar In de Gloria terugkijken. Omdat er veel personages ziet die van het eiland die daar al begonnen zijn. Die daar al, dat Jan Elen zo eentje wou neerzetten in één sketch van 7, 8 minuten. Hm. Maar hij had daar eigenlijk al, ja, hij kon daar wat meer uit halen en zo zijn die dan teruggekomen in het eiland. Kun je er al een tipje van de sluier op lichten? Zijn er die ja, wel, zeker, want ik zou ook zeggen, er waren 7 hoofdacteurs eigenlijk. Eigenlijk 7 acteurs die alle personages op zich namen, met allemaal verschillende pruiken en zo. En dus 4 mannelijke acteurs die alle 4 terugkomen in het eiland. Namelijk Frank Fokketijn, Wim Obroek, Lucas van den Einde en Tom van Dijk. Lucas van den Einde is dan uiteindelijk niet in het eiland terechtgekomen in het eerste seizoen, maar is wel in het tweede seizoen teruggekomen. En dat was om gezondheidsreden. Ja. Dus Lucas van den Einde ging eigenlijk een van de hoofdrollen hebben, die dan uiteindelijk door Dirk van Dijk werd gespeeld. En waar we allemaal content van zijn, want Lucas van den Einde ging toch niet zo'n goede Michel Dredd zijn, denk ik. En heeft dan een veel betere rol gekregen in seizoen 2. Het is allemaal goed uitgedraaid. Zo waarschijnlijk dus, niet irritant genoeg geweest. Ja. Ja, nee, toch, hij is inderdaad te sympathiek. Alhoewel dat hij in seizoen 2 Bucky helemaal niet sympathiek is. Ja, Frank Fokketijn, die dus ook al een rol had in Van Eyges, komt dus ook terug in de Gloria en heeft dan gewoon verder gegaan in het eiland. Wim Obroek, die toen al bekend was van alles en nog wat. Ik zou niet weten waarvan specifiek, maar alles voordat hij... Ja, Ruud Nacht 90, hè, dat was de sketch van hem. Hè, van in Alles Kan Beter. Dan Tom van Dijk was voor mij weten nog niet bekend. Ik heb geen rollen van Tom van Dijk geweten voordat hij in de Gloria kwam. Ah ja, want ja, voor het eiland, inderdaad. Hij zal op theater wel al bekend geweest zijn, maar... Een beetje de breakout roles voor veel van die mannen. Hè. En dan de 3 vrouwelijke, ja, de 3 actrices. Stien Eggers, Tanja van der Sanden en Ann Miller. Ja. Ann Miller werd bij In de Gloria echt over de leeuw gegooid. Dat was haar begin om te acteren voor tv. En die heeft dan ook in Thailand verder gespeeld. Stien Eggers, die wel al gekend was van ervoor. Ik zou wel ook niet goed weten van wat, maar dat was wel een bekend gezicht. En Tanja van der Sanden, die we dus effectief al van Eyges kenden. Dus heel die... En wat ik ook weet is, Jan Elen heeft eigenlijk het eiland beginnen schrijven op basis van de 4 mannelijke acteurs van In de Gloria. Hij wilde daar iets mee doen. Hij is dan naar verschillende bedrijven geweest. Hij heeft daar mogen rondkijken. Ik weet echt niet hoe dat hij dat gaat gedaan hebben. Maar zo de grotere, gelijk Telenet zat erbij, Sidmar toen. Ja. Dus wel als je van die grote kantoorlandschappen hebt. Zo. Dus eigenlijk en, met zijn boekje gaan noteren van wat valt er mee hier allemaal op. Ja, hoe dat er dan precies uitzag. Die werkcultuur, ja. Ja, en daar heeft hij dan van alles uit opgevangen ook. En dan heeft hij 4 karakters beginnen uitschrijven voor Tom van Dijk, Lucas van den Einde, Frank Fokketijn en Wim Obroek. Dus die 4 wilde hij centraal zetten. En daar 4 zo uiterst mogelijke karakters in een zo minst voor hun gepaste rol. En dan, dat was eigenlijk een beetje bedoeld als uitdaging voor hun... En dan uiteindelijk is Lucas van den Einde... Anti-typecasting. Ja. En hij is dan lijntjes beginnen trekken en uiteindelijk is dat dan beginnen... Ja, uitbreiden naar uiteindelijk een 10-tal personages, met die 4 in het centrum.
En dan, ja, en dan voor iedereen, ja, hij heeft eigenlijk hem zitten amuseren met die personages zelf te pesten, door ze van die verhaallijnen te schrijven, zodat ze allemaal op hun ongemak en gestresseerd en ja, zodat dus echt het gemeenste wat er uit mensen kunt halen in een bedrijf, dat dat dan gebeurt. Het valt op dat zijn personages zich altijd zo tussen twee polen bevinden, dat je het heel triestige, bijna de Pierrot, de loser, de clown, fokken in. En dan zo de meer gemene kantjes die ertoe in de dreads eruit komen. Allee, dat valt mij wel op, dat iets is. Ik heb het gevoel dat soms wisselt, zelfs binnen één personage. Ja, want dat is... Ja, heel zijn psychologische werking zit helemaal daarop, op die twee uitersten. Allee, zo'n beetje. Ja, je kunt niet met één personage geen sympathie en met één wel. Je snapt het wel allemaal waarom dat ze wat doen. Ja. Dat is wel leuk opgebouwd. Oh ja, hoor, daar hebben we ze. Kiwi van de drie, zullen we maar zeggen. Ja, wil de echte kiwi nu opstaan? Nou jongens, dan gaan jullie allemaal auf kiwi zijn. Toedeledokie. Ik was eigenlijk nog de voorlopers aan bespreken. Ik ga nog eentje vermelden. Namelijk debiteuren, crediteuren. Dat is een Nederlandse reeks, gemaakt door de drie mannen van Jiskevet. Wie dat dan nog niet kent, moet dan maar zeker een keer YouTuben. Dat is zeker de moeite, vind ik. Debiteuren en crediteuren liep van 1995 tot 1998, dus ook drie seizoenen. Dat is voor hun doeningen een nogal toegankelijk gegeven, wat dat ze gemaakt hebben. En dat speelde zich ook af. Er waren ook drie mannen op een kantoor die dan voor de Belastingsdienst, denk ik, werkten. En hetgeen dat daarmee gemeenschappelijk heeft, is dat ook op een gegeven moment in de woonkamer en op kantoren werd dat dan zo... Ze hadden zo de vaste catchphrases zo, en dat werd dan ook zo overgenomen. En het werden ook zo dingetjes nagedaan. En dat speelde ze ook wat in op de herkenbaarheid. Maar ze vonden dat dan zelf niet wijs, die mannen van Jiskevet. En ze hebben dan één vrij grove aflevering gemaakt om het bredere publiek weer te verliezen. Ze hebben dan Hans Teeuwen een keer binnengehaald en ja, dan ging het wel mis. Ja, die aflevering heb je dan wel gezien als Sinterklaas. Ja. Dat vind ik persoonlijk ook niet echt... Ja, ik ben ook bij het publiek het al jammer vindt als ze dat gedaan hebben. Ja. Maar de reden waarom ik het zeker vermeld is omdat ik het mij ook nog heb afgevraagd. En op een gegeven moment zaten Herman Koch en Jan Elen, dus Herman Koch is een van die drie van Jiskevet, in een talkshow heb ik ze gezien en heb ik Jan Elen zien zeggen tegen Herman Koch dat hij grote fan was van Jiskevet allang. Ja. Dat hij jaloers was op de speeltuin die dat was, waar dat ze allemaal mee konden spelen, met alle vormen van humor en film door elkaar. Dus ik ga ervan uit dat hij debiteuren, crediteuren toch een beetje als voorloper heeft gebruikt. Ik weet niet precies waar, maar er is een moment dat ik echt iets in het eiland zie voorkomen. De keer dat we eraan komen, zou ik het wel zeggen, dat ik echt zeker ben dat hij het daaruit heeft gehaald. Ja, dat waren alle reeksen waar ik aan dacht. Denkt hij nog aan iets wat een voorloper had kunnen zijn voor het eiland waar dat Jan Elen zijn graantjes in gepikt heeft? Ja, en dan eigenlijk toch wel weer in de Anglo-Saxische sfeer en een neelpak terug. Ik moet intuïtief ergens denken aan Are You Being Served van in de vroege jaren 70. Een serie die zich afspeelt in een groot warenhuis, waar dat je ook effectief een werkomgeving hebt, waar dat verschillende mensen van verschillende afdelingen van het groot warenhuis eigenlijk allerlei intriges en heel uiteenlopende personages zijn, waar dat heel veel van de humor ook komt uit botsende personages. Maar waar dat je, jij refereert daarnet naar hoe dat het theatrale nog alleen qua stijl enorm een verschil maakt tussen het eiland en de collega's.
Are You Being Served is nog een jaar of 6-7 voor de collega's. En daar zie je eigenlijk nog veel meer theater op tv, letterlijk. Alleen zelfs de decors, het is letterlijk, het is een gefilmd theaterdecor. Gelijk dat je later nog bijvoorbeeld Bottom en zo gehad hebt, wat dat letterlijk... Ik ben de collega's ook zijn ook voor levend publiek was. Denk het. En Are You Being Served is zeker nog in die traditie. Ja. Dus je ziet daar eigenlijk echt wel een evolutie van Ja, stel je maar voor, het eiland met een lachband op. Ja. Maar ik vermeld het even, omdat het inderdaad in zijn tijd bij mij weten de vroegste sitcom is die echt waar de werkvloer en de hiërarchie, en daar had ook een baas in een kotteken apart, en de mensen die dan elk aan zijn toog, mensen die voor de kleding werken. Ja, Are You Being Served, absoluut aanrader. Heeft dat lang gelopen, weet je dat? Ik denk dat een seizoen of... ik zou er moeten een slag in slaan, maar ik denk een seizoen of 4-5, misschien langer. Maar het is ook iets dat in de loop der jaren enorm veel heruitgezonden is. Minder dan Allo Allo, minder dan Monty Python, minder dan Fawlty Towers, maar toch ook wel... ik vind dat zeker terug op YouTube. Are You Being Served? Ja, en ik wil zelf ook wel nog een keer Seinfeld vermelden, maar eigenlijk dat is een Amerikaanse serie, omdat ik daar zelf ook wel fan van ben. En op enige manier is er wel ook een link te trekken, maar veel meer met Curb Your Enthusiasm, waar dat eigenlijk door dezelfde, toch eenzelfde regisseur aan meewerkt. Omdat de kern van de humor is de ongeschreven regels die er zijn, die we nooit gaan uitspreken, daar gaan we ons nu een keer wel of juist niet aan houden. Ja. En dat komt natuurlijk ook heel veel voor in de bedrijfsethiek. Zo van, je komt daar eens nieuw. Dus de periode dat ik dat dus naar keek, voor het eerst in Thailand, was ik nog student, maar ik werkte wel regelmatig zo interim jobjes, een keer hier, een keer daar. Dus ik was constant, overal waar ik werkte, de nieuwe. En ik vond dat toen zelf ook wel al boeiend, want ik was nooit heel erg verbonden aan het bedrijf, omdat ik daar maar zo kort werkte. Om dan zo te zien van, welke regeltjes hangen er hier. Soms waren er zo regels heel uitgesproken van, en hingen er zo dingen aan de muur. Zo van, deze borstel gebruiken voor dat. En dan dacht ik zo, kijk, dat bord hangt hier dus niet, omdat dat is afgesproken van die borstel moet je daarvoor gebruiken. Nee, dat hangt hier omdat er iemand is geweest die dat constant de verkeerde borstel gebruikte. En dan zo... Te groen, die dingen, hè? Ja. Ze vonden die dingen vond ik dat leuk, want dan kwam de op een andere plek waar je eigenlijk zelf moest doen en daar hangt dan zo'n bord niet, maar hangt dan zoiets helemaal anders. En dan, dat had allemaal te maken met ongeschreven regels, wat er dan meestal één dat niet door had. En ook daar gaan we heel veel zien terugkomen in het eiland. Ja, ik wil ook nog een keer kort gaan naar de tijdsgeest waarin dat we zitten, eigenlijk op het moment dat we naar het eiland voor het eerst kijken, dus op het moment dat het eiland gemaakt wordt. Dus 2004, 2005, wat is er daar belangrijk om over te vermelden? De oorlog in Irak is bezig. Dat is eigenlijk het post-911 tijdperk, eigenlijk, laten we dat noemen. Saddam Hussein is eind 2003 omgebracht, dus we zitten daar zo'n beetje in die oorlog. In de tv-wereld, Woestijnvis was toen nog eigenlijk puur voor de VRT aan het werken. Daar werden geen vraagtekens bij gesteld of dat ze überhaupt keer iets anders gingen doen. Ondertussen weten we dat ze dat wel kunnen. Andere populaire programma's die toen op tv waren, dat waren enerzijds al die reality-shows, gelijk bij ons dan, de Pfafs en zo. En het geslacht De Pauw is vlak daarvoor uitgekomen. Dus daar werd ook al wel mee gelachen. Maar dus al die reality, ook in Amerika waren er, ik weet niet, de Osbournes, denk ik. Dan nog geparodieerd geweest in Urbain. Urbanus heeft er ook zo nog een. Heeft dat ook, dus al dat daar rond. Dan De Slimste Mens was juist ook begonnen. Ja. Dus, en de Pappenheimers. Ja. Dus die quizshows kwamen. En Fata Morgana ook nog te vermelden. Dat was ook iets dat nogal groot was, dat programma, waarin dat zo gemeentes een opdracht kregen. En eigenlijk, die dingen hebben dan die reality-shows, waren die reality-shows dus toen aan het overwinnen. Waardoor dat het jaar ervoor de VRT net weer het grootste marktaandeel had. Dus VTM was een tijdje het grootste geweest. Ja. En dus, misschien dat in de gloria van is het man met hond ook wel allemaal gaan geholpen hebben. Dat was zo'n beetje de terugkeer. Ja. 2004 is ook het geboortejaar van de zender Sportza.
Oké, dus, en ja. Ja. Dus de sportzender. Ja, en waardoor dat er meer ruimte kwam op tweede net, veronderstel ik, want als ik me goed herinner, was het... Dat Canvas meer ruimte kreeg, maar dan moest TV2 van daarvoor, de voorganger van Canvas. Ja. En op 1 januari 2005 werd TV1 1. Dus als je oude opgenomen dingen bekijkt, series bekijkt, dan ga je... 2005, ja. Ja, dus dat had het eerste seizoen van het eiland was nog met dat zonneke, denk ik, ja, in de hoek, en dat van met zo'n 1 in. En het tweede seizoen was met 1, zo met de kapjes op. Ja, ja. Ja, en het andere ding van de tijdsgeest dat het meest opvalt in het eiland, dat is de aanwezigheid van internet, die toch al, en de gsm's ook en zo, die communicatie, die, ja, het is er zo al niet meer... Ja, ze hebben wel gsm, ze hebben wel internet, maar het wordt toch anders gebruikt dan... Gsm nu is nog een statussymbool, hè, op de moment dat... Ja, de personages dat hebben Guido zo... inderdaad opklimt, is het van... En je krijgt de bedrijfswagen en de gsm van... Ja, ja. Dus ja, ik denk dat een helft en helft personages die een gsm hebben en die geen hebben. Ja. Ja. Ja, ik had wel al een gsm toen, ergens 2002 of zo, voor dat voor mij begon. Dus ja, dat is een beetje de tijdsgeest waar dat we... aan denken waarin dat we ons moeten inleven. Ik heb er eigenlijk nooit miserie mee gehad om daarnaar te kijken met het gevoel dat het wat oudbollig is. Maar toen dat hij hebt er nu eigenlijk pas mee echt heftig naar gekeken en hij hebt toch wel gedateerd opgemerkt. Ja, ja, maar gedateerd. Het is een tijdscapsule. Hè. Als je het nu voor de eerste keer ziet, zie je echt een dingen die vandaag nog bestaan, maar met een totaal andere... inslag. Allee, je ziet het begin van, laat ons zeggen, in de collega's zou je nog, dat zit er nu waarschijnlijk niet in, maar zouden nog kunnen bijvoorbeeld een situatie hebben waar dat ze briefjes doorgeven, bijvoorbeeld met stekken onder water of grapjes of zie of la. In het eiland zie je al effectief dingen die over het netwerk van de ene computer naar de andere als attachment gestuurd worden. Met dan een grappig filmpje of een hoe noemt dat ook alweer, een gif of een jiffy of een van die bewegende dingen waar dat dan natuurlijk een prot uitkomt in dit geval. En dat is dubbel. Want van de kant is dat modern, is dat iets wat dan nu nog leeft, maar puur de uitvoering zelf en de computers is heel oudbollig al. Hè, ja, ja, ik kan dat eigenlijk niet zien omdat ik er zodanig ben blijven naar kijken dat ze dat gedateerde mij niet opvalde. Ja. Ik heb dat met Seinfeld ook lang gehad en daar heb ik dan een keer echt een paar jaar niet naar gekeken. En dan terug beginnen kijken en dan in één keer had ik wel dat gevoel van, ah ja, kijk, dat is echt wat oud wat ik zit naar te kijken. Maar ja, Thailand heb ik nooit genoeg losgelaten omdat het wordt uit maar vermaald. Ja, ik denk dat dat veel te maken heeft met het feit dat je die reeks echt in je opgenomen hebt op het moment dat ze nog recent was. Ik, wat jij vermeldt, dat ik bijvoorbeeld veel minder met Fawlty Towers. Wat dat echt cultureel zo gedateerd als iets is. Ik bedoel, dat is echt een ander tijdvak. Ja. Maar omdat dat zo in mijn hoofd verankerd zit, omdat je dat 20, 30 keer misschien opnieuw gezien hebt in de loop van je leven, valt dat minder op. Dat is een soort tijdloos... Ja, soort en ik heb dat dus met Thailand inderdaad. Voilà. Ja. En ik denk dat voor jou het eiland een tijdloze setting is, terwijl ik er meer naar kijk van... ze een gsm hebben of niet, is daar nog van, goh, amai, jij krijgt een gsm, terwijl dat wij zoiets hebben van, een gsm. Ja, nu als ze op een gegeven moment opgestoten hebben, die batterij moet een plat zijn en zo. Ja, dat gebeurt nu wel rapper in het echt. Ja. Oké, we gaan nu een keer echt focussen op waar dat het zich afspeelt, het verhaal. Ja. Het gaat over het bedrijf Sinalcomedics. En... toen, dat was toen al speciaal gedaan, ze hadden toen speciaal een site gemaakt van Sinalco. Dus sinalco.be hadden ze aangemaakt. En daar stond wat uitleg op en ik ga het anders gewoon voorlezen wat daar toen op stond dus over het bedrijf. Die site is nu offline. Ja, maar je kunt die met de Wayback Machine kunnen dat terughalen. Leave the Wayback Machine. Ja.
Dus, op de uitleg die er staat. Sinalco Medics Group is een Amerikaans bedrijf dat instaat voor de ontwikkeling, productie en distributie van medische apparatuur en diensten. Wereldwijd biedt Sinalco Medics oplossingen voor gezondheidsverstrekkers en patiënten. Door de systematische investering in research en development heeft Sinalco de afgelopen 35 jaar een marktleidende positie bereikt. Met behulp van de nieuwste technologieën en klinisch onderzoek worden steeds de meest kwalitatieve en vernieuwende producten aangeboden. Sinalco Medics heeft een netwerk van filialen en distributeurs en levert aan meer dan 50 landen. De groep heeft meer dan 26.000 medewerkers. Het Belgische filiaal van Sinalco is gevestigd in een bedrijvenpark te Zaventem en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van chirurgische platen, vijzen en pennen voor osteosynthese. Osteosynthese, alstublieft. Ja. Ja, dus daarin zijn ze gespecialiseerd. Ja. Ja, wie dat in de tekst heeft geschreven, ik weet niet, maar ik voel wel dat dat niet allemaal kan kloppen. En dat het daar zo niet zo heel... Dus het is een Amerikaans bedrijf en blijkbaar die... Ja, dus dat hebben we juist allemaal uitgelegd. Dat je maar 36.000 mensen kunt zijn voor wat titaniumplaten en vijzen voor in de mens zijn been, lijkt mij sterk. Ja, die platen en vijzen worden puur ontwikkeld in België. Al de rest is... Ja. Ja, dus hoeveel dat er in België werken, staat er eigenlijk niet op. We krijgen wel regelmatig een extern shot van het bedrijf. Ja. Dat is eigenlijk gewoon het gebouw van Woestijnvis, waar ze het bord van Woestijnvis... Ik weet niet wat er stond, al sinds hebben er een bord van Sinalco opgezet. Ja. Het is misschien nog iets te vroeg voor CGI te zijn, met de computer gedaan te zijn. Het zal wel een karton kartonnen spel geweest zijn als er vorige keer. Ja, ze zijn er wel echt ingezet. Ja. Ik ben wel een keer gaan kijken op... Dus, er staat ook een adres op die website. Ik heb dat dus ook opgezocht. En ja, dat bedrijvenpark, ja, daar staat ook echt dat gebouw. Woestijnvis zit daar nu niet meer. Het ziet er wel nog ongeveer hetzelfde uit. Misschien wel leuk te vermelden is dat het gebouw ernaast blijkbaar leeg stond en daar is alles gefilmd. Ah. Ja. Ah, ja, dus het is niet gefilmd in het gebouw van Woestijnvis. Ja. Ja, een van de dingen die ik toen jammer vond, want ik was al een heel grote fan van In de Gloria. En voor mij was dus het eiland niet seizoen 3 van In de Gloria. Dus eigenlijk spijtig. Dus ja, ik had dat wel ook... Ja, ze moesten zich wel bewijzen. Wat er heel veel voorkomt in de Gloria, is het bedrijf Butsel NV. Die zich bevindt in Ransbeek. Ransbeek bestaat dus niet. Dat is dus een fictieve gemeente die in de Gloria constant vermeld wordt. Maar nu bevindt het zich in Zaventem. Blijkbaar echt wel gewoon waar dat Woestijnvis zit. Dus zit zogezegd Sinalco. Waarvoor dat een afkorting is, heb ik nergens kunnen vinden. Ja, ja. Ik denk dat, ja, dat moet wel. Hè. Dat is toch geen naam of zo, hè, Sinalco? Cynisch, alcoholisch en coherent. Dus ja, ik vond het jammer dat ze dat bedrijf niet hebben genomen, om erop terug te komen. Wordt er ene keer vermeld. Vermalens projects kunnen zijn ook. Goh, ja, maar dat ze nogal klunzig zijn, hè. Dat zijn twee mannen. Ja, ja, dat vond ik dan wel een beetje... Een beetje jammer, maar er wordt wel één keer vermeld in een aflevering dat dichtbij Ransbeek is, blijkbaar. Dus Ransbeek ligt zogezegd fictief dichtbij Zaventem. Dus waar bevinden we ons eigenlijk in Sinalco? Want ja, heb dat dus blijkbaar een fabriek bij, het is daar van alles voor. Dus die vijzen worden gemaakt, alles voor. Er wordt veel research gedaan, er wordt veel ontwikkeling gedaan. Er werken daar veel medische mensen en ingenieurs, denk ik. Maar wij... Zoomen nu een keer in waar dat wij terechtkomen. Ja. Dus hebt dat bedrijf Sinalco Belgium heeft een baas, Riek Nallaerts. Die komt er ook af en toe een keer in. Ja. Daar, op het moment dat hij erin komt, dan wordt gespeeld door Borgmans. Ik kan dat al weggeven. Daaronder zit dus de administratie. De administratie wordt geleid door Lydia Protu. Mm-hmm. Dus Sien Eggers. Dat is wel een van de hoofdrollen waar we straks nog een keer op gaan inzoomen. Maar waar wij naartoe gaan, is naar het import-export gedeelte van de administratie. Dus eigenlijk maar een klein stuk daarvan. En dat is een groep van 10 mensen. 1 chef en 3 eilanden, dus 3 zo bureau-eilanden, met eigenlijk 3 mensen aan. Ja. En in het begin van de reeks is
De chef is Jean. Maar die gaat vrij snel weg, die wordt eigenlijk ontslagen. Daarmee begint het verhaal eigenlijk een beetje mee. En dan van een van de drie eilanden wordt er iemand verplaatst naar die zijn job als chef. Ja. En dat is dus Guido. Die wordt dus uit dat eiland weggehaald. Dat wordt dus van de negen wordt dat door Lydia Protu als de meest gekwalificeerde gezien. Totaal niet dus, maar hè, nee. Ja, daar gaan we nog wel zien. En dus op de plaats van Guido komt Alain. Dus dat is ja, de dus situatie. Die wordt nieuw aangeworven. Ja, dus zo in het grote geheel van Sinalco, daar bevindt zich het drama. En dus dat ene eiland, dat noemen we dus eiland 1, dat wordt regelmatig eiland 1 genoemd. Daar zitten dus Frankie, Michel en dan eerst Guido, maar dan snel ja. Zit Alain daar. Dat is ook het eiland die echt vlak bij de bureau van de baas ja. Van het diensthoofd zit. Dus die werkplek, dus dat eiland plus die bureau die daar zo vlakbij zit, dat is zo waar het meeste zich afspeelt. En dan die andere twee eilanden zitten er wat verder van. En ja, die worden daar soms bij betrokken en soms ook niet. Dat wordt eiland 1 genoemd en dan die andere eilanden worden ook echt eiland 2 en eiland 3 genoemd. Maar waar dat ik dan probleem mee heb, is dat is zogezegd import-export. En ze babbelen ook veel over de export vooral. Maar als je het hele verhaal doorloopt, is iedereen gelijk van de export. Want er wordt nooit iets over de import ja. Gezegd. En dat is zo'n beetje hetgeen wat dat dan voor mij soms stoort. Ja. Dus inderdaad, dat is wel zeer gedetailleerd voor ingesteld zijn voor dat op te merken, ja. Ja. Er wordt de ene keer wordt import vermeld, dat is namelijk ergens in seizoen 2, wordt er een keer een bordschema gemaakt. Maar ik heb dat ook al op pauze gezet en dat klopt ook helemaal niet. Dus ja. Op dat gebied vind ik het een beetje jammer en vind ik bijvoorbeeld The Office UK beter, want dat klopt daar gelijk wel allemaal. De geloofwaardigheid daar is goed. Ja, 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 je snapt ook wat ze daaraan doen, wat ze daar eigenlijk allemaal zitten te doen. Ja. Want wat ze eigenlijk van werk zitten te doen op die computer, geen idee eigenlijk. Ja, exporten, dus ze zijn eigenlijk... De Belgische afdeling is gespecialiseerd in de vijzen en de platen. En zij exporteren die platen en vijzen naar alle 50 landen. Zowel waar de eindgebruikers, denk ik, van die vijzen en die platen, als naar gewoon andere Sinalco-afdelingen die dat gebruiken in hun dingen dat zij dan maken. Dus je zou er dan eigenlijk van uitgaan dat als dat een groot mondiaal bedrijf is, dat de export exporteert wat dat hier geproduceerd wordt, vlak naast het gebouw waar dat ze zitten, verondersteld. En dat een import dus eigenlijk dingen zijn die, waarvoor dat de Sinalco Belgium een stuk distributeur wordt dan eigenlijk. Dingen die in het buitenland geproduceerd worden en hier dan op de medische markt. Ah ja. Ja, of ofwel gaat het over grondstoffen. Ja, grondstoffen. Ja, beiden zal het zijn. Ja, waarschijnlijk beiden. Dus we weten eigenlijk, met andere woorden, niet of dat Sinalco zijn eigen vertegenwoordigt op de Belgische markt, of dat zij los nog een importeur hebben. Die koopt van dat Sinalco Belgium gezegd, en van Sinalco nee. Hawaii. Dat komen we eigenlijk niet te weten. En we zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen. Nee, ja. Dat bestaat ook niet. Sinalco Medics is een... Nee, hij is weg. Ja, voilà, ik heb een blackout, hè. Dus is van de zenuwen. Hè. Ik heb veel van buiten geleerd, denk ik. En dan van nu, nee, ben normaal toch al heel lang, jongen. Oké, ik denk dat we er al een beetje goed in zitten in het verhaal van het eiland. De volgende aflevering, dat zal dus aflevering 2 zijn, wordt ook nog een inleidende aflevering. Maar daar gaan we ons eerst een keer focussen op de 11 belangrijkste personages. Om die al een beetje te introduceren, zodat we daar niet te diep moeten op ingaan een keer dat we die afleveringen zelf bespreken. En we gaan ook nog een beetje uitweiden over de specifieke filmstijl en muziekstijl. Dat belooft. Tot de volgende keer.